en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag de allereerste Gerso vlog. Jongens, dit was echt een van de grappigste en leukste week van mijn leven. Ik heb hem in tweeën gedeeld omdat het anders een beetje een lange vlog zou worden. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet zeker niet op die rode knop te klikken en mij te supporten. Hi, goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandagochtend, nacht. Het is kwart voor vier. Ja, ik word nu opgehaald. Stanley brengt me trouwens naar Schiphol. Die meiden komen hier zo meteen heen. Ik heb alles ready. Korset klaar. Ik hoop dat ik alles heb. En we gaan het feest beginnen. Dan gaan we naar Gerso. Oh my god, ik heb er zoveel zin. Nou jongens, we zitten nu in de auto. Ja, we zijn onderweg naar Schiphol. We wonen echt super dicht bij Schiphol. Dus dat scheelt. Oh, wat is het niet scherp. Dus dat is heel erg chill. Ja, ik ben echt heel erg zenuwachtig. Nou jongens, we zijn aangekomen op Schiphol. We hebben alles. Zijn we er klaar voor? Helemaal niet scherp ook. Nou, ja, het is echt niet normaal druk. Het is 5 uur, dus nou, succes met ons leven. Jongens, we zijn ingecheckt. Helemaal chill. Nou, nu gaat het beginnen. Pas chill als we het. Ja, maar ja. Oh, we zijn er al. Zo. Nou jongens, we hebben vertraging. We hebben tegenlicht. Ik heb hier helemaal goed. We liggen hier ook gewoon op de grond. Dat boeit ons ook zo. En ja, we hebben nu al 5 minuten vertraging. Nee, we hebben een half uur. En wij willen aan boord. En het vliegtuig staat er ook nog gewoon niet. Nee, ik heb filmpje hierachter. Ik ga die koffie weggooien. Nee, hierachter. Oh ja, hier, kijk. Maar er staat nog geen vliegtuig. Zo, het is wel zonnig. Ja, het is echt mooi weer. Het is echt hartstikke mooi weer. Lijkt net als Spanje zijn. Ja. Ja, ik moet helemaal niet weg. Dus we zitten in het vliegtuig. We hebben een uur vertraging, iets meer. Een uur en een kwartier denk ik. Ik denk anderhalf. Hoe laat is het? Ja, in totaal anderhalf uur. Ja. We zouden eigenlijk 5 uur over weg gaan. Het is nu klopt. Ja. 5 over half gaan. Ja. Dus hoe laat komen we dan aan? Ik half 1 daar. Ja. Hoe laat kwamen we eerst aan? Half 12. Ja. Ja, half 1 ongeveer. Nou, iets later prima, wel. Misschien, ja, maar voordat je in de appartement bent. Zouden we 2 uur. Ja, maar dan mogen we. Ja. Daarom. Ik ga besturen. Maar ja, dan heb je nog de hele middag. Ja. Ik ga gewoon echt chill doen hoor, lekker rustig aan. Ik heb helemaal niet gefilmd, we hadden lekker Starbucks gehaald, lekker broodje. Helemaal niet gefilmd. Ah, joh. Maar dat was het. Ik ben echt benieuwd hoeveel ik ga vloggen. Veel. Jawel, ja, je gaat zoveel leuke dingen doen. Ja, oh jongens, ik kan niet gelukkig. Wow, kijk hoe matchy. Oeh. Oh, ja. Met die mondmas. Oh, met die mondmas? Jullie hebben alle twee leuke nagels. Oh, ja, ik heb dat ik een vriend heb, hè. Oh ja. Tekende bitches. En jij, wat ben jij? Je weet het nog. Jij zit een beetje tussenin. Jij zit een beetje van. Ik twijfel, nee. Wat is het? Oh, gewoon mooi kleurtje. Ja. Hé, hey, pas goed met de Zavia. Ja. En bij je ogen. Nee, dat is wel een andere kleur. En jij niet? Mijn nagels wil je niet zien. Zo, ik heb wel even eens kijken. Ik ook. Helemaal zo. Je mag niet naar jezelf kijken. Je moet in de camera. Kijk, je ziet er zo toch veel beter uit? Of zo? Nou, hoi. Als wij dit in Nederland hebben, nou,
Nou, dan hebben alleen maar Tesla's bij Schiphol staan. Ja, klopt. Ja, dat is echt zo. Klopt. Oké, maar we zitten in de taxi en we zitten echt in een taxi, gewoon een kleine auto. Dus wij zitten echt met 5 koffers. We denken echt. Huh? Laat even zien dat die achterdeur. Ja, dat kan je wel laten zien. Oh ja, die achterdeur staat helemaal open. Ze rijden gewoon met die achterklep open met al die koffers in. Hij zegt, ja, pas wel, pas wel. Alles kan hier. Ja. Nou, het is echt niet normaal. Oh, hier zit het er echt heel. Ik glij ook van mijn mond. Ja. Je glijdt... Het ziet er niet uit alsof we nu vakantie gaan ofzo. Wat voor lijn, waar ziet het dit uit? Zag ik dus ook alleen maar uit het raampje. Ja, het is alleen maar god. Ja, about 25 minutes. You come in first time? Yes. Het is niet normaal. Oh, wat chill, het gewoon doet. We zijn hier aangekomen en wij hebben zo ziek je appartement. Het is niet normaal. Ik ga beginnen bij het begin. Dat is namelijk het best. We hebben gewoon een heel privé dakterras. Dat is echt zo ziek. Met een uitzicht op de zee. Dit is het appartementencomplex waar we zitten. Het ziet er echt super schattig uit. Maar goed, dit is dus ons appartement. Het is echt gloednieuw. Ik zweer, dit is nog niet eens een jaar oud. Ja, we hebben echt ziek chille keuken, lekker op gasfornuis. Hoe kunnen wij 3 balkons hebben? Dat... Ja. We hebben zelfs bijglazen. Oh my god, we hebben zelfs bijglazen. Dat is wel echt top. Oké, maar hier hebben we een soort bureautje. Ik weet niet of we er wat mee gaan doen. Ja, dit is ons gewoon als bar. Dan hebben we hier 2 bedden. Hier is dus een balkon. Ik denk niet dat we dit echt gaan... Oh, we hebben zelfs een wasrekje. Oeh, dan kan je Even lekker in je handen kussen. Maar ja. En, dat restaurant ziet er zo leuk uit. Ja. Welk restaurant? Daarboven. Ja, kijk hoe leuk het eruit ziet. Oh, dit uitzicht. Fucking. En dan hebben we hier dus 2 bedden. En dan hebben we hier de slaapkamer met een bed. En we hebben hier nog een balkon. Nou, en hier kunnen we lekker in de schaduw zitten. Heerlijk, wat een leven! Nou jongens, ik ga zo stuk hier. We zitten hier echt letterlijk net 15 minuten. En we hebben nu al een shotje gekregen. Nou, Starlight, Scorpio. Hij weet alles. Ja. Hij is zo leuk. Hotel. We hebben zo lekker arbeidsvoetje. Cheeseburgers besteld. Heerlijk. Het kost echt. Ja, jongens, het is zo schattig. Moet je checken. Het is zo leuk. Gast, Scorpio Beach. Kijk, hè. Oeh. Oh my god. En dan gewoon je mooiste. Maar, oh, dit is zo grappig. Nou, dit vind ik leuk. Wij zijn zo nuchter. Ik bedoel, we zijn zo... Nuchter? Ja, nuchter in de maag, zeg maar. We hebben zo weinig gegeten, hè. Oh, dan heb ik een shotje gedaan. En we hebben gewoon nu al een shotje vodka op. Zo goed. Ja, op de nuchtere maag inderdaad. Maar... Oh my... Ja, dat bedoel ik. Wij zijn zo nuchter. Nou, we zijn ook wel heel nuchter. Ja, maar vandaag. Nou, wat hoort er over niet? Ik zelf ook gewoon mee. Wat een gouden vent is het. Ja, het is echt een hele lieve man. Ja, het is wel echt. Hij deed het zelf ook gewoon mee. Mm. Hij is wel echt aardig, maar je kan wel slecht verstaan. Ja. Maar hij praat gewoon snel. Maar het is leuk. Ik vind het zo schattig hier ook. Kijk dan. Ik vind dat helemaal, we komen met z'n druk. Ja, dat is zo lekker. Oké, jongens, we hebben even wat boodschappen gehaald. Er ligt letterlijk een supermarkt naast ons appartementencomplex. Wil jij ook een blikje drinken niet? We hebben flesjes water. We hebben ook gewoon een keukentje. We gaan hebben. Tossies maken, we hebben allemaal drankjes. Sappie. Oh, we hebben sappie. Heel lekker voor morgenochtend. Appelsap. Rosé. Een lekker grote fles water. Hebben we nog meer chips of zo, toch? Met tzatziki. Waar is die chip? Nee, hebben we die tzatziki chips? Oh, we hebben brood. Kijk. Tzatziki. Lekker. Maar het was echt fucking duur. Dus we gaan morgen even naar een grote supermarkt. Ja, boter, brood. We gaan naar dorst. Helemaal chill. Saar. Dat heb ik niet gedaan, maar. Ja, zo. Hoe de fuck ga je dit op hebben? Dan ben ik een doekje. Oh, kut. Het is alweer bijna donker. Het is 8:30, het is hier gewoon al donker. Maar we hebben ons helemaal ready gemaakt. Ik ben niks via lichtje. Nina en ik hebben echt matchy bruin. We hebben alle 2 dezelfde kleur aan. En wit. En hetzelfde. En Annie heeft ook een beige. En wit. Wit. En ja, we hebben dus net te horen gekregen dat de clubs hier dicht zijn. Echt, what the fuck. Dus dat gaan we even bekijken. Ja, we gaan even kijken wat de situatie is. Ja, daar zijn we meteen van. En we gaan even eten. En ja, dit is de outfit. Ik kan kijken, dit is altijd hoor. Zo! Sorry, maar kijk dit. Nee. Wat is het? Ach, echt. Wat is het? Ja, wat is het? Een vleesklip in haar.
Nou meiden, we're ready to go. Ik heb helemaal niet mis. Dat is gewoon de zee. Ja, het is gewoon de zee. Hebben we een sleutel? Nee. Het leek wel zo. Ik heb sleutel niet. Hebben we een sleutel? Degene die laat de deur gaat uit de deur. Oh, heb jij kapot? Geen sleutel. Ik weet ook niet waar die is. Oh my god, ik zweer. Wij zijn zo als kips op de kop weggerend. Wie wil bij je die deur dichtgooien? Kom. Dat is niet normaal. Wacht, waar ligt het? Ja, licht even uit. We zitten lekker bij het restaurant Scorpio. Dit is eigenlijk het eerste wat we tegenkwamen. En hadden we zoveel honger. We dachten, we gaan hier gewoon zitten. En ik heb mijn pasta ook al op. Ik had een pasta carbonara. Ik heb hem echt in één keer naar achter geschoven. Ja, wij hebben echt achter geschoven. We hebben ook nog lekker rolletje sushi. Jongens, we hebben een mega cocktail. Maar lieve cocktail. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. We zijn wakker, het is 11 uur. Vandaag, zo wat is er met mijn haar gebeurd? Het ziet er ook niet uit. Nou, even steltoon doorheen halen. Maar vandaag willen we dus naar Star Beach. Alleen we hebben geen tickets, dus dan moet je er een beetje op tijd naartoe. Dus we hopen dat het goed gaat komen. Ik heb dit hele leuke badpak aan. Deze badpak aan met zo'n cover-up dus. En ja, we moeten even wat eten en dan willen we erheen gaan. Maar ik hoop echt dat we binnenkomen. Nou jongens, Star Beach is gefaald. Oh ja, we wilden naar Star Beach toe, maar je moest er een beetje op tijd zijn als je geen kaartje van tevoren had. We waren net de laatste, hè? Wij waren, ja, de mensen voor ons konden er nog in en wij waren precies de laatste. Maar ja, het was vandaag wel leuk. Tony Junior kwam draaien. Ja, en echt heel jammer. Maar goed, we hebben nu kaartjes van morgen gekocht. Zou wel goedkoper uit. Ja, gelijk online gedaan, dus nu kunnen we morgen sowieso erheen. Ja, en dan gaan we gewoon lekker een beetje op tijd. Heb je alsnog een goed bedje en zo. Want ik, ja, ik wilde wel gewoon lekker even chillen. Zo, van 1 tot 7 of zo. Ja, en we liggen open. Ja, daarom. En, maar nu liggen we gewoon op het strand. Dus we zijn nu naar Palm Beach gegaan. Liggen we weer lekker op het strand. Ook heerlijk. We hebben lekker een ijskoffietje. En hier heb ik een ijsjesje. En dan gaan we denk ik vanmiddag hier even lunchen doen. Ja, we kunnen nog op het zwembad in. Ja. Hierachter heb je lekker. Echt een super mooi soort lounge gedeelte. Ja, een soort beachcrib. Dus daar gaan we zitten. Ja, dat is wel leuk. Joh, we maken er wat van. En ik hoop dat we vanavond naar de club kunnen. Ja. We gaan gewoon naar de clubs hier zo meteen lopen vanmiddag. We gaan gewoon van tevoren proberen een beetje te regelen. Ja. Als we dat doen, dan. Ja. Het scheelt gewoon veel stress vanavond. Ja. En we gaan gewoon wat eerder de strip op. Ja. En donderdag gaan we een bootparty doen. Dat is ook leuk. Mm. Wordt ook fucking daar leuk. Fucking als het doorgaat. Nou jongens, we zitten nu even bij Palm Beach binnen. Het is echt super mooi en chill hier. We gaan sowieso hier een keer een dag een bedje huren. Oh, we, ja, binnen onder het terras. We zitten binnen. Jammer aan. En hier heb je ook lekker zwemmen, dus je ook kan zwemmen en zo. We hebben nu lekker cocktailtje. Cocktailtje. Een cocktail. Weer die de pin. En we hebben lekker club sandwiches besteld. Hoezo doet dit? Sorry. We hebben zo lekker eten. Lekker meiden. Maybe they thought it was including what you drive. Oké jongens, we hebben de hele dag lekker nu op het strand gelegen. En... Oh, nee, wat was dat? Dat is een bouwconstructie. En we zijn nu even lekker op ons mega dakterras aan het opmaken. We hebben bij een heel leuk tentje gereserveerd om 8:30. Echt wel een beetje vroeg. Maar we willen dus een beetje op tijd de strip op. Want gisteren hebben we echt een uur rondgelopen om ergens te zitten. En dat er gewoon nergens plek was. Ja, dat is ook een beetje op tijd. Ja, dus dat willen we voorkomen. En ik ga hem nu even opmaken. Ik ben ook wel een stukje bruiner geworden. En ik heb trouwens deze top aan. Deze super leuke rok. En deze is van... deze is van Boo. En die is van Shin. Ja, en what if you? Dit staat helemaal nergens op. Hij was voordat wegging, was dit gewoon vol. Hij is er niet. Wat nou? Nou jongens, ik heb me lekker opgemaakt. En ik heb dus deze outfit aan. Met leuke soorten hakjes van Naked. Helemaal toppie. Can't get over this view. Love it so much. Daar gaat de zon onder aan de andere kant. Dat zien wij niet. We zijn overgehaald. Nee, het is ook helemaal nat. Nou, maar ze hebben een goede sausje erin. Ah, nee, dit is echt. Jongens, we beginnen eerst naar een fucking lekker luxe sushi restaurant. Nee, we hebben twee. Toen zijn we aan strip.
Overgaan. Even vertel het wel. We zouden naar het sushi restaurant gaan. Maar nog eentje. We werden dus, kijk, binnen een half uur zit het helemaal vol. Dus dan heb je zeg maar geen plek meer op de strip. Dus die jongen zegt, ga gewoon hier zitten. Bestel gewoon even Priet van Piet. Priet van Priet. Priet van Piet. Priet van Priet. Oh nee. Dus, Priet van Piet. Zodat we hier plek hebben en gewoon eten hebben. Dus nu hebben we het restaurant afgebeld. We hebben lekker eten bezorgd. Dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet afgebeld. Maar we hebben hier wel lekker allemaal eten. En we hebben een 3 liter cocktail. Ja, je weet het. Ik heb weer bitterballen maken zoals gewoonlijk. Waar is mijn glas? We zijn aan het volgen, Sarah. Hey! Wij zijn aan het volgen. Zie je? Wij zitten bij Shinani Gans. Shinani Gans. Nee. Nee. Nog niet. We gaan nog even proberen om naar Ja. Jongens, hallo. Weet je wat echt grappig is? Ik word er zo voor herkend. Ik vind het echt leuk. Hi. Hey. Wij zijn op Gerso. En we zijn fucking hier. Leuk. We zijn hier gezellig. We gaan aan het drinken met Saar. Daar is Saar. Hey. Kijk wat over deze snap. Heel mooi. Is somebody. Normaal? Het is zo leuk in de club. Het is echt super gezellig. We zijn bij club Shinani Gans. Het is een terras eigenlijk. Het is echt super gezellig. En dan kan je gewoon van die literkoekjes bestellen. Het is echt zo leuk. Peace! Oh nee, doe je het zo. Peace out, let's go. Doe je het? Nee. Je wil het zo doen. Peace out en doe je zo. Peace out! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. De stem is helemaal naar klote. Esmee en ik gaan even naar buiten. Ik ga even fruit halen en koffie, lekker ijskoffietje. We gaan even een ontbijtje maken. En we gaan vandaag naar Star Beach, dat is leuk. Zo, ik heb ook zin in die tosti. En alle deze en nog snel wat. Andere Oké, jongens, we gaan naar Star Beach. Het is al bijna 2:30. Ik heb dus een super leuke badpak aan. Eigenlijk hetzelfde badpak die ik gisteren ook aan had, maar dan in het panter. En ik heb leuke ding eroverheen. Helemaal leuk. Nou jongens, we zijn bij Star Beach gekomen. Het was natuurlijk al helemaal vol. Oh my god. Het was natuurlijk alweer helemaal vol, want wij waren fucking laat. Maar we hebben dus wel bedjes. Ze waren wel €100 per stuk. Maar we hebben hier chill van die bedjes. En ja, het is echt helemaal top hier. Nou, we hebben dus wel 2 fles champagne. Een stem. Champagne. Hij vloog gewoon af. Ik ga stuk. Nou ja, lekker. Ik ben benieuwd. Oh jongens, we hebben allemaal lekker eten. Genieten met de girls. Jongens, we zijn lekker aan het feest hier. Ik heb een lekker cocktailtje. Sex on the beach. Lekker. Oh my god. Oh, Nini. Jongens, het feest is helemaal afgelopen. We hebben hier zo een mooie tijd gehad. Mijn hele stem is ook weg. Maar het was zo fucking leuk hier. En het is niet normaal. Mijn stem is echt niet normaal. Oh my god, wacht. Stemmen. Gas, weet je hoe leuk? Girls! Hallo, kom maar! Het is 7 uur, het moet nu al naar huis. Het is nu al afgelopen, maar het is zo fucking leuk. Echt zo hard gefeest, zo de tijd verleven. Je moet echt in de poolbar. Meiden, hoe leuk was het? Nee, het was heel leuk. Mooie clippen, ja.
Hoi, clip. En zo vond jij het? Ik vond het echt heel leuk. Het laatste gedeelte. Ja, zo. Ik wilde hier nog 5 uur. We hadden eigenlijk ook nog van de glijbaan, maar die waren al dicht. Ja, ik wilde van de glijbaan, maar fucking goed. Morgen. Morgen gaan we echt van de glijbaan. Zo leuk. Jongen, die glijbanen, ik ga ze morgen filmen. Fucking leuk. Die waren echt top. Maar fucking leuk. Dit was echt top. Ja, het was echt zo grappig. En nu gaan we naar huis. We gaan lekker douchen, omkleden. Kut. Eten lekker. Moeten we nog niet ergens reserveren? Ja, bij dat... Kalua. Ja, en mijn naam wel. Ja, ik heb gisteren gereserveerd, maar we zijn nu op kandidagen. Dus we moeten nu even... Beter komt John wel gauw. Nou ja. Alright guys. Oh, mijn stem is zo kut. En mijn haar ziet er ook niet uit. Wat een leuk jaar. Dit is de aard. Ja, is leuk. Nina ziet er heel goals uit. Heel goals. Holy shit. Oh, laat jouw ook even zien dan. Ja. Gaan even iedereen langs. Nou, moet even mijn haar nog doen hoor. Dus doe maar. Super leuk jurkje. Hakjes eronder. Love it. Daar komt Annie Wanny. Die is druk bezig. Laarsjes aan. Heel leuk. Jumpsuitje is het toch? Ja. Heel leuk. Heel leuk. Dan gaan we heel snel de rotzooi overslaan en dan komen we Esme. Het is hier zo een troep, dat is niet normaal. Cute. Echt niet normaal. Het is een beetje opgeruimd. Jongens, we zitten nu bij Kalua. Super leuk restaurant. We hebben echt allemaal lekker eten besteld. Ik heb vooraf carpaccio. Nee, dit lijkt echt. Zo heet het, Kalua. Helemaal leuk. Kijk hoe leuk het is. Daar is een saxofoon iemand. Lekker met girls. Ik kan dus daar ook helemaal op het strand zitten en zo. Tonijn en knap. Yes. Oh, lekker. Oh, die kapotje is heel carpaccio. Wel een beetje raar die bordje. Ja. Lekker man. Denken we allemaal lekker. Oh, dat wil ik wel proeven. Oh jongens, het is toch een partij. Jongens, ik wil hierbij eigenlijk de eerste Gerso vlog afsluiten. Ik heb besloten om in 2 delen te doen. Deze duurt namelijk al rond de 20, 25 minuten. En anders wordt het wel een hele lange vlog. Dus ja, het lijkt me leuker om hem gewoon in 2 delen te doen. Dit was het eerste deel. We gaan echt nog super gave dingen doen. Nina gaat bungee jumpen. We gaan nog lekker uit in de club. Het wordt helemaal chaos gezellig. Dus vergeet zeker niet ook de andere vlog te checken. Die komt aankomende woensdag online. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En stay tuned voor de volgende. Love you!
gaan karten. Wat? Waar is gonna play? Play. I'm searching. Are we gonna blame?